your cardboard box and some paint and glue. Build a magic world where your dreams come true. Once you step inside, nothing you can't do. Let imagination run away with you. Come along with Julius Jr. You never know where you're gonna be. Come along with Julius Jr. Step inside the box and see.
zich had verwacht. Ze zijn zo verschillend, toch ziet zij hem staan. Toch trekt hij haar aan, wie had dat ooit gedacht? Vroeger dacht ik altijd, wat een rare snijboon. Zo iemand hoef ik hier niet op bezoek. Word ik rood als een tomaat? Nu slik ik wat je zegt voor zoete koek. Wie had dat ooit gedacht? Wie had dat ooit gedacht? Nu bakken ze zoete broodjes, ja, nu zijn de rapen gaar. En nu geven ze elkaar hun laatste boterbabbelaar. Taylor.
Het is vandaag woensdag en dat betekent morgen naar Hotel Kruisen en ik heb er super veel zin in. Tot morgen! Niemand mij zo ziet, stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met... Het is koud en kil, mijn wereld staat stil. De straat is verlicht, maar mijn luiken zijn dicht. Geen mens die weet wat ik hier mis. Genoeg om hier niet langer te blijven. Mama heeft zoveel meegenomen. Het was niet op mijn schoot bijna. Als de schoolbel op vrijdagmiddag is gegaan, krijg ik meteen al goede zin. Want ik weet, nu breekt de vakantie voor mij aan. We gaan op reis met ons hele gezin. Op mijn neus heb ik de stoere zonnebril. Ik doe alleen nog maar de dingen die ik wil. Hele dagen vol met lol en pret. En dan s'avonds lekker laat naar bed. Ik mag slapen in een stapelbed. Yeah! Het is vakantie, dus ik trek erop uit. Vandaar is altijd
ga heerlijk zwemmen in het waterparadijs. Ik ben een waterglijbaankampioen. En dan ga ik lekker springen op een grote trampoline. Dat kan ik echt heel hoog. Dat moet je maar eens zien. Hallo allemaal, ik heb Tristie en mama heeft cola. Hallo, ik heb een frikandel en mama heeft een broodje tonijn. Aha, zo jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl. You are. Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michael Kames. Justitie heeft een versleutelde communicatiedienst die veel door criminelen wordt gebruikt weten te kraken. Het is daardoor in staat geweest om live mee te kijken met de berichtenuitwisseling via EncroChat. Volgens de landelijke recherche heeft het al tot meer dan 100 arrestaties geleid. De politie heeft naar eigen zeggen onder meer liquidaties kunnen voorkomen en ook grote hoeveelheden drugs kunnen onderscheppen. Naar schatting komt in meer dan 300 onderzoeken informatie beschikbaar over criminele organisaties. Het werkloosheidspercentage in Europa is in mei opgelopen naar 7,4%. De maand daarvoor lag dat op 7,3%. Volgens Eurostat lag het werkloosheidspercentage in de EU in mei op 6,7%. Dat komt overeen met naar schatting 14,3 miljoen EU-burgers die in mei zonder werk zaten. Een stijging van 253.000 ten opzichte van april. En bij een nucleair complex bij Natanz, op zo'n 200 kilometer ten zuiden van de Iraanse hoofdstad Teheran, heeft zich een incident voorgedaan. Details zijn niet bekend, maar volgens de Organisatie voor Atoomenergie zou geen sprake zijn van schade aan een reactor, nog van slachtoffers. Het complex is buiten werking gesteld en er zou ook geen risico op radioactieve verontreiniging van de omgeving zijn. Het weer dan nog, op steeds meer plekken ontstaat een mix van bewolking en soms flinke zonnige perioden. Met name in het noorden en noordoosten kan nog altijd een bui voorkomen, waarbij kans is op onweer en plensregen. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Let me hear you say. Ik ben zo
Amsterdam en je luistert naar Ujala Radio. We gaan het jouw afkadil chata hè. So listen to Ujala, apka manpasand radio station. Inmiddels worden 3:05. Goedemiddag allemaal, u bent afgestemd op Ujala Radio 24/7 at your service. Het is donderdag, ja, donderdag 2 juli 2020. Ja, die nieuwe maand gaat alweer snel, hè. Alweer de tweede van deze zevende maand. Hartelijk welkom allemaal. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriyakal, Assalamu alaikum, Rahmatullahi wa barakatuh. Van Ujala Radio is bij deze nu gesloten. Morgen kunt u er weer terecht tussen 10 uur 's morgens en 3 uur in de middag. Telefoonnummer is 020-409-0807. En als u ze eerder nodig hebt en denkt u van, oh ja, er was ook een e-mailadres. Nou, dat is info@ujala.nl. En via www.ujala.nl kunt u het allemaal ook weer nalezen. Of 19 is het nu. Vanochtend had het flink geplenst, maar nu is het redelijk rustig. Een wind erbij. Maar ja, dat hoort er gewoon ook wel bij, toch? En even kijken. Ja hoor, ze is ook weer van de partij. En nu onderweg naar Limburg toe. Emma, dankjewel voor je appje. Altijd weer bij de hand. Dankjewel, dankjewel. En rijden jullie voorzichtig, hè? En fijn dat je me een appje hebt gestuurd. Vandaag is donderdag, dus dan weet u hoe mijn programma eruit ziet. We hebben wat Mille Jolie Sangeet. We hebben om 16:30 ook weer een Bollywood Gossip. En wat we daarin zullen behandelen, gewoon blijven. Take a cardboard box, add some paint and glue. Build a magic world where your dreams come true. Once you step inside, nothing you can't do. Let imagination run away with you. Come along with Julius Jr. You never know where you're gonna be. Come along with Julius Jr. Step inside the box and see. De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Het staartje kan niet meedoen, want dat is pas ziek geweest. Het komt net uit het ziekenhuis en heeft zo'n pijn in zijn keel. En al dat dansen en dat springen is hem veel te veel. De kop van de kat is jarig en zijn pootjes vieren feest. Zijn buikje kan niet meedoen, want dat is pas ziek geweest. Het komt net uit het ziekenhuis en klopt zo heen en weer.
som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, colar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, colar, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, colar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, colar, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança! Oi, é super leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ja, vandaag is de allereerste aflevering van de iMusical en ik heb er super veel zin in. En we gaan met bijna de hele cast gaan we de eerste aflevering kijken. Ik heb er super veel zin in en ik neem jullie natuurlijk mee. Het is nu 3:05 en dan gaan we om 3:30 gaan we ongeveer weg. Dus ik ga even douchen, andere kleren aan, dat soort dingen. Oké, nou, ik heb net gedoucht. Mijn haren zitten weer zoals het hoort te zitten. Ik heb wat leuke kleren aangetrokken. En nu ga ik rijden naar een plek waar we met z'n allen de allereerste aflevering gaan kijken. En ik heb er echt super veel zin in. Ik heb in mijn auto heb ik mezelf open gehaald. Dat is helemaal top. Maar nou even zoeken waar het is. Doei! Oh, gevonden. Nou, ik ga even zoeken waar het is. Dan ben ik zo weer bij je terug. Doei! Oké. Okay. Hey, bitches! Fuck out, bros! Oké, nou, we zijn er nu. Of nou ja, ik ben er nu en Lois en Anne zijn er ook. Het is heel gezellig. Ik ben zeg maar blind nu. Ja, ik ook. Dus nou ja, het gaat helemaal goed komen. Feestje, doei! Zo, zon. Oké, wat gaan we zeggen? Dat is Redouan er. Redouan is er en
verlaat ons niet. Ze verlaat ons gewoon. Best kijk even wat ze doen. Echt, hè? Poesjes! Zijn er al vrienden? Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, zo, zie je. Oh, dat mag. Piep. Nou, doei. Als er nog niemand is en geen leven. Ja. Sowieso. Ik gaf je. Volg ons allebei. Volg ons op Insta. Zelf promoten. En het mereltje wereldje. Het Ibi. Ja, Ibi. 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 Ibi is bi. Wat? Nee. Die is niet leuk. Ibi. Hashtag complottheorie op het eind. Niet theorie. Precies Ibi. Daar ging echt veel. Daar ging heel veel casu. Ja. En met Merel en Mila. Hallo, ik ben King Alert en ik heb vandaag naar YouTube. Maar kijk, of ken je die Engelse Keemstar? Nee, goed moment. Hello YouTube, time for the news from Killer Keemstar. Ook echt die. Hij zo'n paard stap uit dat zo. Killer Keemstar. Kijk welk poesje nou is gearriveerd. Hi. 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 Roodkopje en ik. Hallo. Hallo. Anna. Hallo. Hi. Gaat het goed? Ja. Mooi zo. Hi. Is het echt Wieke? Ik zie niks meer. Waar is iedereen? Lappa! Oh, wat erg. Oh. Hallo. Enthousiast. Wauw, maar die stickers van jou zijn zo leuk die je dan was. Valerie, hallo, gaat goed? Oh, je bent aan het vlog? Ja! Wik! Oh my god! Hi, hi, liefje! Gaat goed? Ja, wacht even. Oh, ze heeft drank meegenomen. Dat is niet oké hoor, Wieke. Ik kan ook niet lopen, hè. Mijn schoenen doen zoveel pijn. Hi, liefje. Schat. Jij zit hier ook? Ah! Ik was er gewoon even aan doen. Volg me even op Insta, ik ben een laag tweede man zien. Jongens, over hoeveel minuten gaan we beginnen? Hoeveel minuten, Wieke? Oh my god. Geen. Oh! Oh nee, kutgraag. Go away, man. Ik ga niet filmen. Ik moet mijn reactie filmen. Ik word echt bang. Nou! Oh my god. Er mag geen altijd heel amateuristisch dit. Stomme reclames! Het is tijd! Ja! Maar vooral emotioneel afscheid van 8 jaar basis. Wat is dit emotioneel, jongens? Is onderweg naar een vakantiehuis. Ik heb van alles wat ze doen. Hey, dit is de vlog van mijn Mila! Ik ben haar vriendje. Hey! Dat had ik niet afgesproken. Al je haar, hè? Ik ga jullie laten zien aan de Siamese wijfje. Ze zijn altijd bij elkaar. We zijn er helemaal. Nou, ik weet dat jullie er super veel zin in hebben. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Dit is een enorme kans voor ons. Echt voor jullie geweldige filmpjes die jullie hebben gemaakt. Deze week door blijven filmen, hè, jongens? Want dan ben je echt... Zodat we op het einde echt een tof
toch een film kunnen maken van dit kant. Ik kom er niet zo vaak meer bij. Ik vind iemand anders namelijk heel leuk. Met jullie te gaan werken en een begin te maken met de regie van Nederland Superstar. Ik wil zeker een nieuwe school. Laten we beginnen met het openingsnummer. Dat gaan even niet tegen. Oh god. Welke hebben ze gedaan? Ze hebben echt geknipt, hè? Ja. Ik weet niet dat het ene stukje van mij. Nee, inderdaad, ook wel. Ik weet echt dat hij eruit wordt geknipt. Oh mijn god! Lekker Dylan! Ik jullie zingen, wie wordt er hier een superster? Probeer even mee te nemen. Waarom dat kijk ik zo dood elke keer? Ja, ik ook. Oh, ik ben echt open. Ja, elke keer. Nee, je bent gewoon okay? Echt aan het luisteren wat iemand zegt. Dit is wel leuk. Maar ik zit liever thuis bij mijn moeder. Nieuwe aflevering! Nee, dat doet het niet. Ja, en dan krijg ik de hoofdrol. Maar eigenlijk is alles wat we hier doen is altijd een doorlopende auditie. Dus doe je best. Oké, iedereen klaar? Nu wordt het spannend, want onze talentscout en danscoach gaan direct uitmaken welke vijf finalisten doorgaan naar de tv-show Nederland Superstar. Oké, je bent echt zo'n hele enthousiaste... Oh, Wieke. Misschien van spelen is zo spannend. Pauline zegt, maar zoals zij op de grond ligt te rollen, dat ga ik echt niet doen. Cliffhanger. Nou. Super vet, oh my god. Mijn volgers, we zitten helemaal 140. Oké, okay, we zijn nu live op Insta. Helemaal leuk. Wie love Karel? Je fanaccount kijkt. Oh my god! Je fanaccount kijkt! Hey, yo. Prachtig. Prachtig. Nou, super leuk. We zijn dus nu allemaal live eigenlijk de hele tijd al. En we zijn lekker aan het eten, het is heel gezellig. En ja, toen was ik ineens weer thuis. Ja, ik zal het even uitleggen. Mijn camera viel uit terwijl ik nog aan het praten was. En ik had het zelf niet eens door, dus echt super stom. Maar ik had hem net geëdit en ik dacht, oh shit, ja, ik moet er wel even een mooi einde aan maken. Dus dat doe ik maar even. Ik vond het echt een super leuke dag met bijna de hele cast. En er zijn al best wel wat afleveringen al geweest. Maar ik dacht, de eerste aflevering moet echt op YouTube komen, omdat dat gewoon super leuk is. En daarom wil ik zeggen, vond je nou ook de allereerste aflevering van de iMusical super leuk? En vond je deze vlog leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hieronder. En laat een leuke reactie achter. Vind ik alleen maar super leuk. En dan wil ik nu alleen nog maar zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende. Doei! Het is koud en kil, mijn wereld staat stil. De straat is verlicht, maar mijn luiken zijn dicht. Geen mens die weet wat ik hier mis. Genoeg om hier niet langer te blijven.
weten. Oké, okay, goed. Bedankt, meneer Raad. Dag. Hoe was het gisteren bij vader? Prima. Je lag al in bed toen ik thuis kwam. Ik was echt bergaf. Wil je ook thee? Ja. Wil je ook thee? Nee, dank je. Zo, dat ziet er goed uit. Zullen we lekker gaan brunchen? Ja. We hebben heel veel besproken. Het was niet makkelijk, maar het ging goed. Niet makkelijk? Dat lijkt me een understatement. Oké, het was heftig. Maar ik kan nu wel eindelijk echt verder. Je hoeft je voor ons niet groot te houden. Ik heb alles met hem uitgepraat. Ik heb me in maanden niet zo sterk gevoeld. Oh, wacht even. Moet je niet verder spitten? Daar ben je speciaal voor gekomen, toch? Ik kan ook best wel even boven kijken als je wil, hoor. Ik kom ook voor jou. Ik dacht nog wat... Wat gek dat je voor mij koffie laat zetten. Ik lig hier immers op de bank met een hersenschudding door jou. Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat het me spijt? Zo vaak heb je dat helemaal niet gezegd, hoor. En al helemaal niet zo overtuigend. Short. Het is duidelijk dat jij je geen zorgen om mij maakt. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik kom er wel. Maar ik maak me wel zorgen om jou, Aysen. Dat gedrag van jou om die moordenaar van je broer te vinden, dat loopt echt de spuigaten uit. Dat noemen ze een obsessie, hè? Onrechtmatige huiszoeking, fysiek geweld. Wat is het volgende wat je gaat doen? Verdachte martel om een bekenning los te krijgen? Mijn vader, Wiet? Weet je, fucking fruitmandje. Ik weet het niet meer, Aysen. Wat echt is en wat niet. Wat ik voor je voel, dat is echt. Oh ja, en wat voel je dan? Voel je überhaupt nog wel iets, behalve wraakgevoelens? Aysen, laat dit nou alsjeblieft aan je collega's over. Dat kan ik niet. Accepteer gewoon dat ik dit moet doen en doe niet zo moeilijk. Oh, moeilijk. Sorry. Ik doe moeilijk. Jij zit hier in mijn huis te doorzoeken en ik doe moeilijk? Wat denk je nou? Denk je echt dat je Wiet gaat vinden door Anna's tablet door te lichten? Het zou me niks verbazen. Ach. Wat? Heb jij aan mijn spullen gezeten? Je was er niet, dus ik kon je niet vragen of wel soms. Is het zo'n probleem? Je hebt toch niks te verbergen? Oh ja, krijgen we die natuurlijk weer. Wiet is schuldig omdat ze gevlucht is. Je zegt het zelf. Ze is gevlucht omdat jij haar tegenover Heelmeerdijk hebt afgeschilderd als een monster. Door jou ben ik mijn vriendin kwijt. Psychopaten handelen vaker impulsief. Ze vluchten weg als het ze te heet onder de voeten wordt en beginnen dan opnieuw. Maar zeg hey, kom op. Waar is ze, Anna? Ik ga er nu even uit, jij. Jij bent geen haar beter dan Wiet. Je beschermt de moordenaar. Begin ook aan een mooie vrouw te kijken. Ik moet foto's laten maken voor het album en de PR. Spannend. Wees. Ik hoor alleen zoveel meningen dat ik niet meer weet wat ik zelf wil. Henk en Thijs die willen dat ik zo min mogelijk aantrek en van Bing moet ik in een burka. De enige mening waar je naar moet luisteren is die van jezelf. Ook als het om Sjoerd gaat. Weet je het zeker? Ik sta er gewoon heel anders in. Ik ben veel serieuzer met mijn carrière bezig dan hij. Hij is ook heel anders dan mij. Hij heeft nooit een carrière in de muziek geambieerd. Hij vindt het leuk voor de bij, maar dat wist je toen je hem vroeg. Ja, natuurlijk, maar dat wist hij ook. Het is gewoon anders nu. We kunnen niet meer met z'n tweeën op een zolderkamer zitten pielen. Henk bepaalt de koers. En Thijs? En dat accepteert Sjoerd niet. Weet je, Ricky, het is jouw carrière. En als je denkt dat Sjoerd daar geen deel meer van uit moet maken, dan heeft hij er maar mee te leven. Ik ga nog even de stad in. Ik moet nog wat leuks scoren voor Anna's verrassingsdate. Een verrassing voor haar of voor jou? Eigenlijk voor allebei niet meer. Hoezo? Hoe zou jij reageren als je vriendje de hele tijd geheimzinnig zit te doen met zijn telefoon? Het ligt eraan. Ik draaide dus best wel door. Bleek gewoon dat ze een verrassingsdate aan het organiseren was. Waarom ga je anders niet mee? Nee, ik moet echt foto's uitzoeken. Ik heb morgen een afspraak met een stylisten.
Weet je wat een goede voorbereiding is? Met je beste vriendin shoppen en de looks die je leuk vindt gewoon kopen. En geen gezeik over geld, want over een paar maanden ben jij een steenrijke wereldster. Je moet niet zo pikkeren, joh. Daar word je hartstikke lelijk van. Het is helemaal niet erg, hoor, om zoals een keertje voor jezelf te kiezen. Het is zondag vandaag. En je raadt nooit wat RJ hebt gezegd. Goedemorgen, lieve Emma. Op de radio. Eindelijk. Doei. Hebben jullie het al gedaan vandaag? Wat hebben we vandaag gedaan? Het? Het? Wat bedoel je met het? Hebben jullie het al gedaan vandaag? Wat hebben we gedaan? Het? Het? Nee, niet gedaan, nee. Wat? Nou, het? Ik zou het niet weten. En u? Ik heb het niet gedaan vandaag. Ja, je staat er misschien niet bij stil, maar het is vandaag Nationale Knuffeldag. Reden voor een trending topic op Twitter. Wat heb je al gedaan heeft vandaag? We zijn gewassen. Ja, natuurlijk. Gewassen, wel. Ben je geknuffeld? Geknuffeld? Ja, dat doen we ook wel eens een keer. Maar het is wel Nationale Knuffeldag vandaag. Is dat zo? Oh, nou, dan geven we elkaar wel een knuffel, hè? Oh, de knuffel even. Knuffelen. En we waren met z'n tweeën netjes aan het huppelen. Perfect, ja. Hè? Nee, niet huppelen, knuffelen. Knuffelen. Ah, alleen vooruit. En nou weer huppelen. Ja, nou weer huppelen. Het is vandaag Nationale Knuffeldag. Nou, dat gooit je gewoon. Nou, dat is zo zeggen, ga je gang. Nou, zou er vandaag aan. Geef je me aan knuffel. Dat doen we wel ergens anders. Ja, dat doen we niet vanavond. Dat doen we vanavond, oké? We komen kijken. Ja, goed, oké.